Hallo, daar is ook weer een nieuwe aflevering van Pokémon Shield. We gaan precies weer verder waar we gebleven waren. En dat was hier bij Leon. Thanks for coming, but I've got to hand... Whatever making the noise, I'll see to it. I already told you, didn't I? Keep your eye on the goal. Ik moest hierheen komen om te helpen. Om vervolgens te zeggen... Yo, hoeft niet. Ga lekker naar huis. Ga lekker nog een besje halen of zo. Oké, but don't worry. Oké, the unbeatable champion is here to look after things and keep you all safe. Terwijl Leon fucking zwak is. Nou ja, fucking zwak is overdreven. Maar ik kan hem hebben. Ik heb de hele Battle Tower al op Master Rank gehaald. Ik moet zeggen, ik heb wel eens van hem verloren, maar dat was omdat ik gewoon onvoorbereid was. Ik was gewoon onvoorbereid. Zal ik Victini ook even wat candy geven dan? Want ik wil hem ook wel een keer gaan gebruiken. Heb ik nog candy over? Hier, oh, zat. Zat. Oké, ik zal hem eerst... Ja, ik moet hem ook niet te veel geven. Dus hoeveel stijgt hij hiervan? Oké, nou, nog een keer 11. En dan Zen Headbutt zeker wel. Tot ziens, celebrate. Oké. We gaan nog even een keertje 11 geven. 46. Oeh, nog een paar dan. 9 denk ik dat dat genoeg is. Oh, 49 is wel mooi, ja. Inferno, yes, die wil ik ook wel leren. Maar niet V-Create. Even kijken hoor, waar is zijn specialiteit? Zit hem in. Attack en Special Attack is nogal balanced. Dus dan geven we hem... In plaats van Headbutt, dat sowieso. Oké, dan kunnen we Victini nu ook gebruiken, dat is wel fijn. Die had ik vorige gym battle best kunnen gebruiken trouwens, besef ik nu. Nou, maakt niet uit, we gaan verder. Oh ja, hier moet je even wat omheen duikelen. Even kijken, volgens mij hier langs. Ga aan de kant. Tegen iedereen aan het aanrijden met je fiets, weet je wel. Van zo de flikker op, joh. Hop, als Hop wil vechten. Oh, wee, als Hop wil vechten. Wat was het luide geluid? Dat wil ik ook weten. Dat geluid, het was echt een massieve explosie. Hashtag Beirut. There was this huge church of red light. And then, what Pokemon just... What? Iedereen is aan het dynamaxen. Oh nee. Heeft hij me nou geheeld? Oh nee, hij geeft me iets. Oh. Oké, cool. Dat is een lijk. Poeh. Dat is wel heftig hoor, zo'n dode rakker. Ik hoor allemaal geluiden beneden. Volgens mij is mijn vrouw thuis. Volgens mij komt ze boven. Oké, we gaan even nu voor het eerst in. Altijd eigenlijk. Even Victini gebruiken. Nee, want Cinderace moet nog een level omhoog. Ik kijk even om. Hi, ik ben aan het opnemen. Even subtiel zeggen dat ik aan het opnemen ben. Dat was helemaal niet subtiel trouwens. Ik zei het gewoon best wel hardop. 2, nee, ik wil even wat meer doen. Oh, 2 is al genoeg. Oké, als ik nog even 2 doe. Oh, niet 11, joh, doe even normaal. Nog 2, dan ben ik denk ik level 50. Yes, oké. Dan mag ik nu dus Victini gebruiken. Want dat wil ik. Gewoon even één keer. Ik heb Victini nog nooit gebruikt namelijk. Ik heb hem ook nog nooit legit gehad volgens mij. Maar nu dus wel. Ja, hij is gewoon legit. Hij is wel... Misschien is hij gekloond, maar dat zijn details. Kijk, tegen Steel Pokémon, dat wist ik dat dat ging komen. Oké, ik heb geen idee hoe, maar kennelijk stopte mijn opname ermee. Dat is raar. Hoe kan dat? Nou, maakt niet uit. Hij is nu weer aan. Oké. Victini is gevangen. Of is... Die Victini doet het. En we zijn... hebben... Oh, wat? Oké, ik vind het heel irritant. Maar goed, we missen dus een fietsstukje van ongeveer 5 minuutjes naar deze gym. Dus we gaan deze gym even doen.
Nou ja, waar heb ik het over gehad? Oh ja, ik heb het over de sportschool gehad. Ik weet niet of ik dat heb kunnen, of dat is opgenomen. Maar in elk geval, wat ik dus zei is dat ik ga nog steeds 3 keer in de week sporten met Marcel. Marcel is een goede jongen. En nou, ik begin nu eindelijk zelf ook een beetje te zien dat ik volgens mij begin af te vallen. Dus dat is wel fijn, dat ik nu eindelijk zelf zie dat ik een beetje waar krijg voor mijn moeite. Ik ga 3 keer in de week sporten, best wel harde sessie. Soms ben ik iets makkelijker dan de andere keer, weet je, want ik blijf wel gewoon lekker een leuke jongen. Moet ik nou al die gasten verslaan? Hoe laat is het eigenlijk? Want ik moet zo ook mijn dochter ophalen van de peuterspeelzaal. Oh. Zo doet hij. Oh, double battles. Ik heb zo'n hekel aan double battles. Zeker ook tegen een water Pokémon. Ai. Pelippers. Drizzle. Oké dan. Het is eigenlijk in principe altijd een verlies situatie hier. Dus. Ik denk dat ik het eerst zo doe. Ik heb ook geen idee welk level ze zijn, maar ik geef te kijken. Oh, dat was niet leuk. Darkest Layer. Hallee. Dood. Yes. Oké, dat is nog wel fijn dat er in elk geval de waterpokémon was. Want volgens mij is die andere namelijk draak. Met iets anders. Misschien is die ook water. Dit is niet goed. Ik ben niet ziek. Maakt niet uit. We gaan hem double kicken dan. En Darkest Layeren. Ja, dat gaan we doen. Oh ja, maar goed, wat ik dus zei. Ik ben best wel trots op mezelf dat ik nu lekker begin af te vallen. Oh, ik heb het ook even over Enrico gehad. Of was dat nog wel erop? Nee, in elk geval, wat ik dus ook zei. Is Enrico, dat is een gast die heb ik ontmoet via een Facebookgroep of een WhatsAppgroep. Ik weet het niet meer. Volgens mij een WhatsAppgroep. En hij keek altijd hij kijkt altijd naar mijn livestreams. Sinds ik hem zeg maar ken, kijkt hij altijd naar mijn livestreams. En dat vind ik gewoon leuk. Weet je, Enrico is een goede gozer. Time for a second trainer. Come on, Camilla. Oké. Maar hij wist dus niet dat ik een YouTube-kanaal had. En nu kijkt hij dus al mijn YouTube-video's ook. Ja, dat vind ik gewoon goud. Dat vind ik gewoon echt mooi. Enrico vind ik sowieso echt een mooie gast. Weet je, hij was ook de eerste die... Zeg maar, ik heb heel veel goede doelen-livestreamen gedaan waarop mensen doneren. Maar nooit voor mij persoonlijk. En dat maakt ook niet uit. Weet je, ik doe het niet voor het geld natuurlijk. Maar hij was wel de eerste die mij een donatie gaf die dus niet voor de livestream was. Dus de normale donatie. Iemand heeft een keer 20 cent gedoneerd. Nou ja, oké, dankjewel. Waardeer ik ook hoor, absoluut. Maar Enrico was de eerste die een, toch wel... Ja, stevige donatie doneerde. En dat was €6,90. Ja, vond ik mooi. Weet je, dat was echt toch wel een hoogtepuntje in mijn livestream carrière. Dat Enrico mij... Dus Enrico, als je kijkt, een goede jongen, dankjewel man. Maar sowieso is Enrico wel grappig. Ik heb hem een paar keer ook hem in een livestream gehad. Kut. Oh, dat geeft niet. Dat is niet erg. Dat geeft niet erg. Rocktoep, dat geeft wel erg. Nou, valt mee. Hoplakee. Dus ja, ik snap het niet. Hoe kan die... Nou ja. Oké, maakt niet uit. Stefan, laat het los. Laat het gaan. Pyro Ball of zo? Nee. Nou, dan doen we wel... Zo of zo. Nee, wacht. We doen het anders. We doen... Double Kick is nog steeds... Fuck. Blaze Kick op Ninetales. En Darkest Layer op Turtonator. Wat doet hij? Protect. Kut. Of niet? Was dat een protective aanval? Oh, niet. Maakt niet uit. Oh, Shell Trap. Wat dan? Oh, auw. Dat vinden wij niet leuk. Dat vinden wij zeker niet leuk. Nee, dat is dus wel dood. Dat is mooi. Dat vinden we dan weer wel leuk. Dat is het. Ik heb nog heel even de tijd om dit gevecht af te maken. Ik ben al weg. Ja, dan kan ik misschien nog één klein gevechtje doen. Dan stoppen we gewoon halverwege het gevecht, weet je, dat kan ons het verrotten. Bounce.
maakt net wat ik nu ook doe. Ik finish hem sowieso wel. Kijk, allee, gasflame. Ik kan nog heel snel nog een gevecht doen. En dan daarna moet ik wel eventjes... Oké. Nou, deze gaan we nog even snel vernukelen. Oh, nee, nee, ik wil niet. Back. Even healen. Zo. Kijk, nou kunnen we er weer even tegenaan. Heb ik daar nog tijd voor? Het is 8 over 11. Ik moet op. Ah, ik heb nog. Ah, oké, heel snel. Heel snel. Dus het is echt kapotje moeilijk gaat doen. Oh, Abomasnow Snow. Dat, die one-hit ik sowieso. Met een Pyroball. En een draak-Pokémon. Daar ga ik wel Darkest Layer op gooien, denk ik. Snow Warning. Dat is wel echt een kut aanval. Of een kut ability trouwens. Het is nou Darkest Lyrat. Die ene. Kut, ik miste. Dit kan slecht aflopen. Dit kan zeker slecht aflopen. Oké. Attack fell, kut. Oké. Volgens mij is dat aan het opzetten om... Oké. Fuck. Oké, dit is niet goed. Kunnen jullie het zagen, maar volgens mij physical moves. De kracht daarvan is afgenomen. Nou heb ik alleen maar physical moves op deze twee malse makkers. Behalve flamethrower, dat is geen physical move. Maar ik wil Darkest Lyrat nog een keer doen. Hopen dat het genoeg is om hem in één keer te one-shotten. Allebei trouwens te one-shotten. Maar ik denk het, oh. Oké, dat had ik niet gedacht. Dat deze ook even... Nee, oké, dat... Brick, mag. Kan ik hebben, incasseer hem. I'll take it like a champ. Oké. Dan gaan we die nu even afmaken. Nee, doe niet Pyroball, want die heb ik nog nodig. Doe nog een double kick. En doe maar deze ook een double kick. Oké, gewonnen. Lekker wel. Dankjewel. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Sorry dat er zo'n rare hap uit is. Weet je, is die shit gebeurd gewoon. Ik hoop jullie volgende keer weer te zien. Rustig. Oké. Ja, maar ik wil nu nog niet vechten. Hoho. Oh, ik wou zeggen, ik wil even safe hier. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Peace.